We gaan beginnen met opnemen. Goedemiddag Dennis nog en goedemiddag Luc. We gingen net beginnen, dus net op tijd. Sorry. Hoi, hoi, Aldo. Hoe is het met u, Dennis? Heerlijk. Heerlijk, wauw. Fantastisch antwoord. Volgens mij gaan er mooie dingen gebeuren. Ja, je bedoelt Ja, vandaag? weet je. Wat zeg jij? Je bedoelt vandaag? Ja, snel. Ik weet het niet, maar het voelt goed. Ja, ik heb ook zo'n gevoel. Het gaat niet over trading. Het is juist Nee. Mooi. hetzelfde gevoel. Ik ben vanmorgen opgestaan met hetzelfde gevoel. Maar goed, we gaan het vanavond al horen wat dat Rut uit zijn mouw gaat schudden. Hè? Maar er komt toch niet veel soep uit, maar dat is wel het goede doel. Ja. Goed, oké. Okay, we gaan eraan beginnen. Hè? Again, share. Oké, Bitcoin-analyse. Zoals goede gewoonte. Hè, we zijn deze week 14 december. We zitten halverwege de maand. Ik ga misschien even vragen aan de rest die hier nog aanwezig is om zichzelf te gaan muten, zodanig dat we niet te veel site noise horen, zeg maar. Wat gaan we doen? Zoals goede gewoonte gaan we kijken naar Bitcoin. We gaan Bitcoin gaan fileren in diepte. Wat is er gebeurd vorige week? Wat is er gebeurd bij de weekly close? En wat kunnen we verwachten voor de komende dagen? En daarna gaan we met de mensen die hier aanwezig zijn verder gaan surfen, zeg maar, naar onze altcoin request zelf. Dus voor de mensen die dit filmpje nadien zien op YouTube, op een of andere social media kanaal. Hier stopt het dan voor jullie op zich al meer dan voldoende informatie met Bitcoin alleen. En dan gaan we in diepte verder met onze vormers. Goed, zoals goede gewoonte, dus Bitcoin USDT-evaluatie op de exchange Binance. Gaan we kijken meteen naar onze monthly timeframe. Ik ga er ietsje sneller doorheen gaan dan gewoonte. In die zin, we gaan meteen kijken naar onze monthly weerstanden. Welke hebben we allemaal boven ons liggen? Eerst meest logisch is onze all-time high. Ik denk dat dat een zeer gemakkelijk level is. We spreken over 19.798,68. En we hebben trouwens ook een nieuwe monthly trading range. Dat is deze candle close daarboven, deze stevige jongen. Met een weerstand momenteel. Het is een potentiële weerstand 19.863,16. Waarom is potentieel? Deze candle heeft zich nog niet geclosed. Als we de komende 2 weken toch nog opwaarts prijsactie gaan zien, dan is deze 19.863 eigenlijk niet onze weerstand dat we zoeken. Dan de daarop de meest volgende logische target. Het enige dat we momenteel nu nog maar hebben, we hebben niet meer, dat is onze trendline hier. En dan spreken wij over een zone van ongeveer, het is niet zo precies, maar toch redelijk dicht in de buurt, 25.700 tot 25.500, zeg maar. Dat is hetgeen dat we zien op een monthly timeframe als de eerste meest logische target ook om te gaan pakken, zeg maar. Dat zijn onze weerstanden. Dan onze steunen momenteel. Zeer relevant of zeer simpel eigenlijk. Start van downtrend was ook meteen de weerstand van een monthly trading range. Dan spreken we over 17.176,24. Dus hier potentiële steun. En dan een level waar ik zelf met argusogen naar kijk. Dan spreek ik over dit hier 15.423. Maar volgende maand, als we kijken naar de as van deze nieuwe candle, dan gaat deze opwaartse steun iets of wat hoger liggen. En spreek ik over een scenario rond 15.700, 15.676. Daar rond zijn de meest logische steunen. En nog eentje ga ik bespreken vooraleer dat we verder fietsen naar de lagere timeframes. Dan spreek ik over het monthly equilibrium en hebben we het dan over een prijs van 13.105. Deze zal ook wel belangrijk worden op verschillende andere timeframes. Maar in het algemeen op de monthly nog steeds bullish. Prijsactie gaat naar boven, zijn de volop in trending. Wat doet de in trending op zich? Excuseer. Wat doet in trending? Doet gewoon niks tot als er opnieuw ranging gaat ontstaan. Dus op monthly, bullish, niks aan het handje. We blijven naar boven kijken. Dan gaan we wat dieper gaan inzoomen op onze weekly timeframe. Wat zien we daar allemaal? Momenteel nog altijd volop in weerstandszone. Deze bearish orderblok zit erin. Ook de all-time high zit erin. Start van downtrend hier ook bovenaan. Dus volop in weerstand. Dus meer weerstand dan steun. Dus toch nog altijd voorzichtig zijn. We blijven uiteraard ook op onze weekly nog altijd bullish. Al moeten we hier toch wel een kleine side note gaan maken, gezien vanuit een weekly timeframe dan. Want we hebben onze weekly close gekregen deze nacht.
En wat zien we daar momenteel? We zaten hier met een start van downtrend opnieuw. Zijn we niet kunnen bovenclosen, maar voornamelijk deze trading range vanuit deze candle gezien. En dan spreken we van een steun van 10.961 en een weerstand op 19.300. Equilibrium op 15.130. Voor de mensen die aanwezig waren op onze livestream gisteravond, zondagavond, voor het TT4U-project, zeker een aanrader om ook daar eens langs te gaan. Dan hadden we gestuurd van we willen zeker en vast om agressief bullish te zijn, een close krijgen boven 19.300. We hadden een poging gezien gisteravond, maar het is een poging die mislukt is. Dus we zijn opnieuw geclosed onder een weekly trading range, zeg maar. En dat wil zeggen dat we eigenlijk een bearish of dat we bearish-minded zijn. Ideale entry voor short hadden we eigenlijk al deze morgen gekregen. Was een entry op die 19.300. Naar waar zitten die targets dan, Stijn? Wel, we hebben hier een weekly bullish orderbook. Ga die straks ook wel eens gaan tekenen. In eerste instantie potentiële bounce, of toch zeker een moment om wat longs te gaan zoeken. 18.430 tot en met start van uptrend 18.000, eigenlijk om precies te zijn. Dan verder naar beneden toe, bearish mindset, remember op weekly, 17.100 is het equilibrium van deze rode zone, het middelpunt, zeg maar. En dan vooral onze trendlines hier, en dan hebben we nog een steun op 16.986 en deze trendline. Wat ik verwacht, of wat dat mijn gameplan is, zeg maar, ik ben nu officieel ben ik bearish op de weekly, niet voor de lange termijn, maar eerder om verder dips te gaan verwachten en die potentieel te gaan opkopen. En mijn persoonlijke voornaamste range om opnieuw te gaan longen, zeg maar, is in de zone van 16.498 tot 16.323. Van waar komt die zone, Stijn? Wat gaat de subiet tonen? Deze start van downtrend en deze fractal swing high verbonden biedt mij een zone in combinatie of in confluence met de trendlines. Lijkt mij een van de meest logische zones om long te gaan, niet alleen daarmee, maar we zitten ook fractalwise met deze swing low. Komt ook heel netjes in de buurt hier om eigenlijk deze zone als meest belangrijkste zone te gaan viseren voor opnieuw longs te gaan pakken. Afhankelijk van het momentum natuurlijk en de snelheid waarmee dat we naar beneden komen. Dus hier op weekly toch een kleine mindset shift, zeg maar. Op monthly zijn we nog steeds bullish. Op weekly ben ik eigenlijk bullish af. Ben ik hellend naar neutraal tot zelfs. Lichtjes bearish. Dus profit taking onderweg bij de val is geen onverantwoorde keuze. En opnieuw wat longs gaan zoeken op de lagere steunen. Absoluut een must do of een must act in mijn ogen, dan toch, of in mijn beleving, zeg maar. Dan hebben we nog één level van steun, is ook meteen line and descent, is het equilibrium van onze trading range, 15.130. Dit is de intentie, deze candle toont nu onze intentie om naar die 15.130 te gaan. Dus dat is toch wel nog een mooie drop die geprojecteerd wordt als we hem gaan halen. Dat is een andere vraag, maar de projectie is er alvast. Een min 20% drop naar beneden zal uiteraard ook effect hebben op uw altcoins. Hou daar rekening mee. Het wordt opnieuw een zeer volatiele week met heel wat mogelijkheden of opportunities, zeg maar, om buy the dip trading te gaan uitvoeren. Dus op weekly opgepast. Alarmsysteempjes, alarmbelletjes zouden moeten afgaan. Stoplossen zijn profit zetten. En van hieruit zien we wel hoe hard we kunnen vallen als we überhaupt willen vallen. Wanneer krijgen we een invalidation, zeg maar? Wanneer verander ik mijn bias opnieuw? Zeer simpel, daily closes boven 19.300 is voor mij voldoende early sign of voldoende triggers om terug te gaan enteren. Die daily 19.300, waar situeert hem dat? Dat is eigenlijk hier boven deze toppen zelf. Dus hier ook een bearish orderblok staan. Momenteel bearish reactie naar beneden opnieuw gaan tanken. Opnieuw zelfs hier deze trendline doorbroken. Dus we zijn iets of wat bearish minded. Dat brengt ons meteen op de daily timeframe. Wat zijn we daar? Bearish of bullish? Wel, momenteel merk ik ook hier highs, lower highs en ook lower lows. Dus hier lokaal zijn we toch wel gestart met een duidelijke downtrending van op een daily timeframe. Zeg maar, hier zitten we met die highs. Lower high zitten we hier met een low en ook lower lows. We zijn in de veronderstelling dat we opnieuw wat gaan zoeken naar beneden toe, eerder dan naar boven toe.
Wat is voor mij hier de trigger om verder te gaan shorten? Daily close onder de daily trading range equilibrium. Dus een close vandaag onder 19.154. Net zoals dat we nu eigenlijk bezig zijn, is voor mij opnieuw een teken om toch nog verder te gaan zoeken naar beneden toe. Dan kijk ik naar de steun van deze range, 18.510. Krijgen we daily closes onder 18.510, wel dan kijk ik eigenlijk meteen een pak lager dan toch van de daily trading ranges. Kijk ik naar het volgende equilibrium, 14.735. En zelfs heel, heel euforische bear targets dan is naar de steun van deze trading range. Spreken over 10.961. Dus de wonderen zijn de wereld nog niet uit. We kunnen nog hard en we kunnen nog diep zakken. Mispak u daar ook niet aan. En op zich zijn we dan nog altijd gezond en bullish bezig. Er zit één belangrijke tussenstop in. En dat is in deze hier. Deze bullish orderblok hebben we nog niet getest. En dan spreek ik over een zone tot waar dat het nog bullish gezond is om terug te vallen. Spreek ik rond 17.140 tot en met ongeveer 16.828. Zou logisch zijn, zeker ook geprojecteerd met onze andere confluences. Ik heb eigenlijk hier mijn bullish orderblok getekend. Stel dat we deze hier gaan verliezen. Dan komen we ook in de buurt van deze uptrendlijn die hier al een paar keer aangegeven wordt of aangehind wordt. Niet alleen daar confluence, maar ook in de regionen van deze zwarte stiplijn, dit zwart rising channel equilibrium. Ik ga het dus straks nog tonen. Zeer, zeer logische target. Dus in die buurt hier naartoe gaan werken. Absoluut logisch. En dan spreken we onderste puntje rond die 16.700. Weet je nog, daarnet op de weekly waar we aan het kijken naar 16.500, 16.200. Dus deze komt weer opnieuw. En die confluence, trouwens, die groene box van de weekly staat hier ook nog. Dus er werd wel een soort van een magneet hierop. Dan die zwarte lijn nog even voor de verduidelijking op de daily. Zaten we met deze rising channel, reizend kanaal. Weerstand, weerstand, equilibrium, steun, equilibrium, equilibrium, steun, steun. Weer weerstand, op zoek gaan naar dat equilibrium. Is een eerste logische stap naar beneden toe. Kunnen we daar vasthouden? Kunnen we spreken van potentiële high low? En dan moeten we hier vasthouden en opnieuw naar boven gaan werken. Verliezen we het equilibrium van deze rising channel, dan ben ik absoluut niet onbezorgd om verder te gaan shorten richting deze bullish orderblok, richting 13.800 tot en met 13.100. Wat dan weer die equilibrium is van een monthly timeframe. Weet je nog? Ik ga even voor alle duidelijkheid tonen wat die confluences betekenen. Dus dat is de onderkant van die channel. Als we dan teruggaan naar de monthly, waar staat die blauwe box? Inderdaad, lieve mensen, pal op dat equilibrium. Dus ook daar die extra confluence, die aantrekkingskracht, zeg maar, om ook naar daar toe te gaan traden. Vergis je niet, een zeer mooie drop kunnen we maken. Het is nog geen zekerheid, maar we zijn wel lichtjes aan voortekenen aan het krijgen. Er komen wat zogenaamde red flags. Maar eerst deze zone natuurlijk, betekent die 17.000-ish. Dan die 16.500. En volgende stap is voor mij eigenlijk al een pak lager. Rond die, was het weer 13.000. En een tussenstap trouwens, mag ik niet vergeten. Deze gele box, die kwam van weekly. Is een weekly equilibrium, maar ook op monthly trendline 15.000. Line in the sand, is altijd interessant om te weten. Waar word ik echt bearish? Ik denk dat voor mij zeer logisch is hier. Closes, daily closes onder 15.600, 15.200. Daily closes daaronder is voor mij bearish scenario. En ga ik eigenlijk volledig gaan flipfloppen van bullish zijnde naar bearish. En verwacht ik eigenlijk hier dat dit onze higher high was voor toch wel een tijdje. En dan verwacht ik eigenlijk Bitcoin ranging. Weken, zo niet 2-3 maanden voor Bitcoin ranging. Hele grote range. Hoe ziet het dat dan? Die range heel, heel vluchtig getekend uiteraard. Maar dan zie ik eigenlijk Bitcoin dit gaan doen. Een hele grote range gaan maken voor een paar maanden aan een stuk. We gaan van expansie naar compressie opnieuw naartoe in deze vorm of wat dat ook is. Maar dan projecteer ik gemakkelijk tot de zomer 21 vooraleer dat Bitcoin zijn volgende move zou gaan doen. En op zich ziet het er eigenlijk wel nog niet zo grappig uit, in die zin grappig, of misschien niet zo ongeloofwaardig uit. En dat is dat we hier eigenlijk een zeer mooie cup aan het maken zijn. Dit zou misschien wel op de macro dan een handle kunnen zijn. Op deze manier
gaan traden. Al dan niet. Deze weerstand, zo de zeer, zeer duidelijk weerstand. Hier breakout, retest hier naartoe. En deze vlagformatie, in deze handelformatie, is absoluut niet onlogisch. En dan spreek ik zelfs met een dieptepunt rond die 11k. En dan nog zijn en blijven we nog altijd bullish. Want macro blijven bullish. Cup en handle patroon, mocht het eentje worden natuurlijk, want dat is pure speculatie nu. Maar mocht het een cup en handle zijn, dan hebben we targets. Ja, dan denk ik dat we richting die 40-50k zelfs kunnen gaan. Het zijn allemaal prognoses, zijn allemaal meningen. Maar ik sluit het absoluut niet uit dat dit een van de meest plausibele scenario's zou wel eens kunnen zijn. Iedereen is aan het wachten op die nieuwe all-time high. Iedereen is aan het wachten op die 25k en beyond. Ik denk persoonlijk, nee, ik denk nu niet, maar ik weet zeker vanuit de data dan toch, dat de kans zeer groot is dat we eerder ranging verder gaan doen, dus sideways gaan, al dan niet distributie of accumulatiepatronen gaan maken, om eigenlijk op macro verder te gaan uittoppen of wat rust te gaan nemen. Maar vergeet ook niet, mensen, je mag zeggen wat dat je wil, maar Bitcoin heeft dit jaar toch wel een fantastische run gedaan met een low van 3700 en een high tot 19k. Het is bijna, denk ik, een maal 5 of maal 6 mochten de toppen gaan nemen. Ja, toch een goede 400%. Dus absoluut niet slecht, die maal 5. Je kunt niet blijven zo hard naar boven gaan, zou ook niet zo zijn. Dus niet slecht om hier eventueel wat ranging te gaan maken. En dan kijk ik eigenlijk een beetje zoals hier, hevige run-up, dan wat adempauze, hevige run-up, dan wat adempauze, ook hier, hevige run-up, wat adempauze, zou absoluut niet onlogisch zijn. Met andere woorden, volatiliteit voor Bitcoin zal niet verminderen, maar zal eerder wat verder in een range gaan. Eens dat we definitief de range hebben, is het zeer simpel. Wat doen we in range trading? Buy support, sell resistance, voor de mensen die nog niet weten hoe dat ze tradings moeten tekenen, trading ranges of levels van steunen of weerstand, neem zeker een bezoekje op onze site fairtrader.be, boek uw call in, zodanig dat we eens rustig kunnen bespreken, is trading wel iets voor u, en al dan niet kun jij overgaan tot het aanschaffen van een gedegen vorming bij onze community van Fairtrader. Maar dit was het voor mij, of wat dat voor mij betreft, voor Bitcoin momenteel. Voor de mensen die maar meer willen weten of hebben vragen, kunnen mij altijd contacteren. Geef ze dan ook op onze site www.fairtrader.be. En voor de rest wens ik jullie een fijne week. Zorg voor jezelf, dat is de enige manier om voor een ander te kunnen zorgen. En stay happy, strong and healthy. En tot volgende week. Bye.